En we gaan deze avond gelijk goed beginnen. Dus ik hoop dat u al een lekker glaasje pils of iets fris heeft. Want we beginnen met de eerste kletser en dat is Erik Overman. Die dit jaar voor de 15e keer hier in de Ton Acte de présence zal geven. Erik, ik vroeg het ook aan hem. Hij zei, ik kom vooral als mezelf. We kunnen er niet meer omheen. Erik Overman, het mannetje van de radio. Hij komt hier binnen op de welbekende klanken van de Heeman Polka. En hij opent de kletsavond. En het zal vanavond als een sprookje zijn. Je kunt er wel of niet in geloven. Maar we gaan ervan genieten. Uw applaus voor Erik Overman. Wij van de AVLO, uw lokale omroep, wij blijven ondertussen wel rustig en kalm hoor. Wij gaan gewoon door met het vormgeven van onze ambities. We gaan ons behalve radio ook bezighouden met het maken van televisieprogramma's. Non Roos. En Harry van Vught hebben al een keer laten zien dat het helemaal niet zo moeilijk is. Dus ik denk dat wij het ook wel kunnen. De minder mobiele vluchtenaar hoeft niks meer te missen. En kan straks via de beeldbuis genieten van Koningsdag, de ijsbaan, de intocht, de optocht, de uittocht. En natuurlijk ook deze grandioze kletsavond. Om van de concerties op historische locaties maar niet te spreken. Maar is er wel genoeg? Er moet toch meer zijn dan die jaarlijks terugkerende herhaling van zetten. En dat dacht de directeur van de AVLO nou ook. En daarom heeft de directeur van de AVLO, zijnde de heer Leo van Hees, de Vughtse media tycoon, onze eigen kruising van Rupert Murdoch, Silvio Berlusconi en John de Mol, de heerser van de Vughtse eter, zeg maar, die heeft aan mij gevraagd, hij wou kwaliteit hebben, denk ik, hij heeft aan mij gevraagd om iets te gaan bedenken, iets extra's, voor de televisie dus. En omdat ik nogal een fervent aanhanger ben van de filosofie, beter goed gejat dan slecht bedacht, gaat de AVLO straks, hartje zomer, de eerste reeks van een spannende politie-serie uitzenden. Flikken, Dommelbazendorp. Te beginnen met een pilot van 3 keer 11 minuten. Waarin de politie wanhopig op zoek is naar de krokele dokus van Alfredo de 20ste. Onze nieuwe prins was bij zijn eerste optreden zijn belangrijkste attribuut al kwijt. Dus dat belooft nog wel. En waar we ook nog naar op zoek zijn is een Vughtse exemplaar van de Haagse schoonheid Barbie. En die moet er eigenlijk dan klem gaan zuipen in de serie O.O. Maurikplein. Onze directeur die was zeer enthousiast over mijn plannen. Hij kon niet wachten, zegt hij. Ik zeg, nou, dan moet je beginnen. Als je niet kunt wachten. Ik ben trouwens zelf ook niet bij een dokter geweest. Ja, dat is ook wel zo'n wachtkamer. Er zat daar een stel te wachten. Je weet het wel. En zij had een hoop te vertellen. Ze zat met de 10 beurtenkaart in de hand. Als je volgens kreeg ze gratis visite. Ze hadden gewoon alles van binnen bij haar weggehaald, zei ze, maar dat gaf niks, want ze kreeg toch alles terug van het ziekenfonds. En dan hoorden ze wel een stuk slechter. Maar dat gaf ook niks, want, had de specialist gezegd, we sturen het op en als je niks meer hoort, dan is het goed. Dommeldurpers en aanverwanten, ik wens jullie een hele fijne carnaval. Vat er eentje samen.
Bent een beetje lief voor elkaar en doe niet ingewikkeld over de kleur van de sjaal of van de slingers. Oh ja, en luister een keer naar de Avilo. Houdoe.